Shala Parahara. But that was that start that came problem. What the problem is second is that say code berekenend. What the man daar zegt, daar valt niets tegen in te brengen, omdat hij als econoom naar de zaak kijkt. Het probleem is dat ik er naar moet kijken, onze econoom moet kijken, maar ik moet er ook naar kijken als politicus. Woorden van president D.C. Bouterse gisteren tijdens een persconferentie. Kort daarvoor was de media geïnformeerd over de investeringsprojecten van de regering. Minister Gilmore Hoefdraad van Financiën voert gesprekken met het IMF over het herstel- en stabilisatieprogramma. Een brandende issue is de afbouw van de subsidie aan de energiebedrijven Suriname per 1 januari 2017. Volgens het staatshoofd wil de regering de subsidie ook afbouwen, maar het juiste tarief moet nog berekend worden. Er is afgesproken om te afbouwen. We zijn begonnen met af te bouwen. We zijn along the way hebben we gezien dat we onvoldoende data hebben om het juiste tarief. We gaan afbouwen, maar geef ons enige tijd. Ja, maar je zou afbouwen. Je zou gelijk op Indianen. Dan maak je praat. Je praat de hele dag ook niet meer weer, maar je zou afbouwen. Dus wat ik heb gedaan, zeg je. Laat me zijn, het gaat hier en hier om. Want we willen nog in het traject zitten. Maar iemand die mankeert niet toch, dus ze zitten lekker te babbelen daar zo. Bouterse zegt dat er ook vanuit de politieke kant naar de zaken gekeken moet worden. Als de brandstofprijs ineens met zoveel wordt verhoogd, kan ik naar huis gaan, geeft de president aan. Het programma, althans de inzichten van de IMF, die zijn technisch perfect, maar die houden natuurlijk helemaal geen rekening met de politieke omstandigheden waar je het zou moeten uitvoeren. Laat me eens een voorbeeld nemen. Men heeft gelijk, onze brandstof is te goedkoop. In de loop der jaren hebben wij als land die gesubsidieerd. Langzaam maar zeker moeten we komen tot het afbouwen daarvan. Maar een vat brandstof, nou even uitgaan van 5 gulden, was 11 gulden in Frans-Guyana. Dus, u begrijpt dat de zaak weggaat. Men zegt maar, wil de staat direct veel inkomen doen, dan zal de staat 4 gulden op een liter moeten zetten. Dus daar hebben we bij 9 gulden per liter. Ik zeg, meneer de IMF, daar gaat Hoefdraad lachen, maar dan ben ik thuis. Ik heb het volk maar naar huis geschopt. Alus president D.C. Bouterse, hij sprak gisteren nadat de media was geïnformeerd over de investeringsprojecten van de overheid.